Goedendag. kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto zien we al veel bewolking boven Nederland. Boven het noorden zitten er nog een paar opklaringen. Daar kan vanochtend nog af en toe de zon schijnen. Maar vanuit het zuiden neemt nog steeds meer plaatsen de bewolking toe en uh, gaat het ook regenen. Het meeste regen trekt over het zuidoosten en oosten van het land. In de rest van het land wordt er bewolkt en vallen er enkele buien. Temperaturen zijn relatief laag. 16, 17 graden als het droog is. Maar tijdens de regenmomenten daalt het knikke naar 14 15 graden. Er waait een stevige zuidelijke wind. Aan zee is die af en toe krachtig, windkracht 6. Ook vanavond en vannacht in het zuidoosten nog flink wat regen, in de rest van het land een enkele bui. En morgen overdag wordt het dan geleidelijk beter: in de ochtend nog wat regen, maar daarna zonnige perioden en grotendeels droog weer. De temperatuur kan dan ook iets omhoog, het wordt zo'n 17 à 18 graden. Kijken we naar de verdere vooruitzichten, dan is de vrijdag ook nog een redelijke dag. Met slechts een enkel buitje en zonnige periode. Zaterdag en vooral zondag neemt de wisselvalligheid weer toe. Temperaturen blijven ongeveer op 17 à 18 graden uitkomen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.